Voor veel vrouwen is klaarkomen niet zo vanzelfsprekend. Niet elke vrouw komt klaar. Ongeveer 3 op de 4 vrouwen heeft wel eens problemen met klaarkomen. En 1 op de 4 vrouwen geeft aan daar vaker last van te hebben. Overigens kan vrijen zonder klaarkomen natuurlijk ook heel prettig zijn. Voor prettige seks is klaarkomen zeker niet per se nodig, maar misschien vindt u het vervelend dat u niet klaarkomt en wil u daar iets aan veranderen. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom u niet of moeilijk klaarkomt. U kunt zich bijvoorbeeld niet ontspannen of u kunt zich niet helemaal laten gaan. Of u heeft allerlei gedachten, zorgen of problemen die u afleiden. Het is dan moeilijker om je te concentreren op die seksuele prikkels of lustgevoelens. U bent telkens weer afgeleid. Misschien heeft u een relatieprobleem en bent u daardoor minder opgewonden. Of u heeft sowieso niet zoveel zin meer in seks of geen zin meer in seks op de manier zoals het nu gaat. Misschien komt u wel klaar als u masturbeert, maar u houdt er niet van als er iemand anders aan uw vagina of clitoris zit. Of misschien wordt uw clitoris tijdens het vrijen niet op de juiste manier of niet goed genoeg gestimuleerd. Ook ziektes zoals diabetes mellitus, hart- en vaatziekten of medicijnen zoals sommige antidepressiva kunnen ervoor zorgen dat u minder gemakkelijk of niet meer klaarkomt. Om klaar te kunnen komen zijn eerst sensuele prikkels en opwinding belangrijk. Het kan beginnen met zoenen, strelen, het aanraken van borsten, maar ook goede herinneringen aan seks of prikkelende fantasieën. Verder is het goed om te weten dat de meeste vrouwen niet klaarkomen van het heen en weer gaan van de penis en de vagina alleen. Veel vrouwen komen klaar door het zachtjes strelen, wrijven of likken van de clitoris. Spelen relatieproblemen een rol? Verwacht u van seks niet alle twee hetzelfde? Of neemt u samen niet alle tijd? Dan kan dat het klaarkomen in de weg zitten. Vertel het elkaar. Praat erover en kijk naar momenten waarop u wel fijne seks had. Kijk wat er toen anders was en probeer samen diezelfde sfeer weer te maken. Lukt het met deze adviezen niet om klaar te komen en wilt u toch graag proberen of het klaarkomen weer kan lukken? Dan kunt u dit natuurlijk ook met uw huisarts bespreken. Uw huisarts kan eventueel ook u naar de seksuoloog verwijzen. En samen met de seksuoloog kunt u nog eens op een rij zetten of er duidelijke oorzaken zijn en of u daar iets aan kunt doen.